Ja, Bastiaan, wat heb jij nou in je hand? Ja, ik had enorm veel zin in een steak vandaag. Dus ik denk, weet je wat, ik snij even een bloemkooltje uit land. Want we gaan voor de bloemkoolsteak. En wat ga je dan maken met die bloemkool? Nou, de bloemkoolsteak, Matthijs, dat gaat hem worden. Je ziet wel vaker op de barbecue, hoor. Dat ze de hele bloemkool bereiden op de barbecue. Maar we gaan nu de steakvariant ervan maken. Eigenlijk heel simpel, maar wel super lekker. Bloemkool is een super mooi product om te bereiden op de barbecue. Veel smaak. En kan het prima aan, al die temperaturen. En dan is het eigenlijk plakken snijden. Zo, die er even af. Nou, het mag best wel een mooie dikke plak zijn. Ongeveer 2 vingers dik. Afhankelijk van je dikte van je vingers natuurlijk wel een beetje. Dus 1. En dan, die was leuk geprobeerd. Precies. Nou, dan hebben we in ieder geval wat diverse kleine plakjes. We gaan door naar de tapas van de bloemkool. Ja. Wel even. Kijk, hier hebben we een. Dat is een mooie dikke. En dan hier. En we er ook nog een. Je hebt een heel interessant potje in je hand. Ja, de chimichurri. Chimichurri is wel heel erg bekend van eigenlijk de picanha. Hoe maak je het? Als je wil weten hoe je het moet maken, onder staat een linkje. En daar kan je het allemaal lezen hoe dat moet. Maar daar zweer je hem even mee in. Op die manier. En dan straks als we ook gaan grillen, dan ook tijdens het grillen gewoon even lekker blijven smeren. Dat geeft wel veel smaken eraan. Goed blijven smeren. Yes, is belangrijk, hè. Ja, Bastiaan, een mooi barbecue heb je. Ja, mooi, hè. De attitude van campinggasten hebben we hier staan. Nou, blikken klikken erop. Hier met het houdertje. En die gaan naar achter toe. En voilà. Daar hangt hij. Dus daar hebben we geen last meer van. Mooi weggewerkt. Ja. Ja, ik vind het een leuk barbecue dit. Op die manier. Even aanzetten. Ja. Twee. Ja, moet je natuurlijk wel gas openzetten. Ja, anders dan doet hij het niet. Als wordt het niks dit. Nee, dat lijkt dat is me een beetje niet. Een gevalletje van of je stopt de stekker erin. Ja, ja, hij doet het niet. Ja, de stekker zit er niet in. Hetzelfde, ja. Ja, voilà. Daar is hij. Dus nou, even wel klepje dicht. Dan wordt hij warm. En als het mooi op temperatuur is, ik denk zo rond de 200 graden, dan gaan we lekker grillen. Op deze mooie tafelbarbecue. Nou, we hebben hem al aan deze kant een beetje ingesmeerd met chimichurri. En de olie zit erin, dus dat is dan perfect. Die erop. En dan deze erop. Nou, en dan om alvast weer wat aan smaak aan deze kant te geven. Nog een beetje insmeren. Insmeren. Hier insmeren. En dan lekker grillen. En denk ongeveer 5, 6 minuutjes per kant. Is het al bijna klaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, kijk. Ja, mooi. Is mooi, hè? Al die kleurtjes erin. En gezond. Ah, jongens, smaakbommen zijn dit. En super gezond. En als bijgerechtje is het gewoon lekker. We hebben iemand op de set, die heeft een dieet, hoorde ik. Ja. Nou, ik denk dat hij perfect toch kan barbecuen en dit kan doen. Ja, die gaat los hierop. Ja, die gaat hier los, ja. Hier los. Maar dit is echt lekker. Moet je kijken hoe kleurrijk dit is. Nou ja, en dan heb je... nou goed, je kan dit natuurlijk gewoon als avondeten eten en dan nog wat dingetjes erbij. Maar ook als bijgerechtje. Als je een mooi stukje vlees hebt gegrild, gegrilde bloemkool erbij. Ja, hoe blij word je dan? Heel blij. Nou, je kan het altijd nog even wat extra... smaak geven met wat chimichurri nog even extra eroverheen. Een lepeltje. Dan gaan we eens even kijken. Ja, smaakt het? Ja, heerlijk. Maar super, mooi gegrild. Lekker die chimichurri erin. Superleuk gerechtje, makkelijk gerechtje, snel gedaan. Prima voor bijgerechtje of gewoon lekker om te eten. Succes ermee. En duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En wil je wat meer weten over de attitude? Deze kleine tafelbarbecue waar we weer lekker mee hebben gegrild. Kijk even op campingcars.com, dan kan je alles terugvinden. En ik denk dat ik toch op zoek ga naar een glas rosé. Met dit erbij. Nou ja, dan kan mijn avond niet meer kapot. Tot de volgende.